Kom bij zoek wat stammig, is hoe de bos mooi recht en strak. Haaks op goede lengte, voor een paddie gal en vlak. Van het zaad naar het moeras, giet het vlotjes in en terug. Wij bouwen dus het veen met een knuppelbrug. In de prehistorie was een groot deel van Drenthe ontoegankelijk. Er lagen uitgestrekte hoogveenmoerassen en drassige beekdalen. Toch wilden de bewoners daar af en toe naartoe of doorheen. Om te reizen of om bijzondere plekken van rituele betekenis te bezoeken. Ze bouwden daarvoor paden van hout, de veenwegen. Eén ervan overbrugde 4500 jaar geleden een beekdal bij Norg. We staan hier in het beekdal van de Slokkert. Naast ons zien we de watergang die gegraven is in 2013. En bij het graven van die watergang is onze veenweg ontdekt. Omstreeks 2200 voor Christus hebben de mensen die hier woonden in het moerasbos een baan vrijgehakt. In die baan maakten ze van takken en stammetjes een veenweg. Daarmee werden de hogere terreinen aan weerszijden van het beekdal verbonden. De veenweg was 4 meter breed en een paar honderd meter lang. Het hout van de weg was ruim 4000 jaar goed bewaard gebleven. Dat dit eeuwenoude hout er nog zo goed bij ligt, komt juist door de natte bodem waar deze verbindingen voor waren bedoeld. Het veen. Dat is verzadigd van water, waardoor de resten van de houten wegen werden afgesloten van zuurstof. Daardoor bleven ze geconserveerd. In de hoogveenreservaten van Zuidoost-Drenthe kun je die nattigheid nog zien en voelen. Nou, dit is dan dat veenmos, een heel bijzonder plantje waar het veen uit is opgebouwd. Een eigenschap van veenmos is dat het van boven aangroeit, van onder afsterft en dat het vele malen zijn eigen gewicht in water kan omvatten. Dat veenmos groeit dus als het ware omhoog, laat een hele dikke laag afgestorven plantenresten achter en die laag is verzadigd van water. Zo ontstaat ook dat veen, die dikke laag veen die steeds verder omhoog groeit. De meeste prehistorische veenwegen zijn ontdekt toen deze grote hoogvenen in de 19e en 20e eeuw werden ontgonnen. Maar ook aan de andere kant van de Hondsrug bouwden de bewoners verbindingen van hout, zoals in de venen bij Smilde. Ik loop hier over de reconstructie van de veenbrug Smilde. Een stukje van die veenbrug werd herontdekt in 1982 en sindsdien ben ik betrokken bij het onderzoek en heb een reconstructieplan ingediend wat is gericht op toeristische ontsluiting. Waar ik nu sta, liggen onder deze reconstructie nog de restanten van 220 jaar voor Christus. Op deze hoogtekaart staan wij hier. Rood zijn de hoge delen, groen zijn de lage delen. De veenbrug overbrugde van deze hoogte naar deze hoogte 285 meter. Hier lag een tweede veenbrug, 170 meter. De Smilder Veenbrug zit dus nog voor een deel in de bodem. Maar ook van andere veenwegen zijn nog ondergrondse restanten aanwezig. Die vereisen wel speciale zorg, zoals de veenweg van Nieuw-Dordrecht. We staan hier in Nieuw-Dordrecht, waar in het veld een veenweg ligt. Deze veenweg die is in de jaren 50 hier gevonden. En vanaf 1955 zijn er opgravingen aan deze veenweg gedaan. We weten zelfs heel precies wanneer de veenweg is aangelegd. Omdat we op basis van de jaarringen die gevonden zijn in het hout kunnen dateren in de winter van het jaar 2550 voor Christus of in het vroege voorjaar van 2549 voor Christus. We weten dat de veenweg ongeveer 1 kilometer lang is geweest. En daarvan zijn nog 400 meter bewaard gebleven. En die liggen in dit veld, lopend vanaf de boerderij tot een stuk het veld in. Het probleem met dit terrein is dat we last hebben van fluctuerende grondwaterstanden. Hij schommelt heel erg door het seizoen heen. En we hebben nu een periode gehad van een paar weken heel veel droogte, nauwelijks neerslag. En dat kunnen we zien aan de watermeter die hier staat. En deze blauwe schijf geeft het waterpeil aan en je ziet dat het op een moment 1,20 meter onder het huidige maaiveld staat. De veenweg bevindt zich tussen 55 centimeter en 1 meter en dat betekent dat eigenlijk de grondwaterstand nu onder de veenweg zit. Om te zorgen dat het veen goed blijft, lekker nat, hebben we maatregelen genomen in het veld. We hebben dijkjes aangelegd.
En de dijkjes zorgen ervoor dat het water zich concentreert op de plek van de veenweg, zodat het lekker nat blijft. Hallo! Hey, hey. Hoe gaat het met veen? Nou, kijk joh. Hier, helemaal mooi lichtbruin. Dan wordt het hier ietsje donkerder, maar dit ziet er hartstikke goed uit. Het hout wat hier zo zit, dat is hartstikke goed bewaard. Ja. De veenwegen zijn unieke fenomenen uit een ver verleden. Ze leren ons iets over techniek, over mobiliteit, over samenwerking en over geloof in hogere machten. De provincie Drenthe maakt zich dan ook sterk voor onderzoek naar de veenwegen en bescherming van de resten die nog bewaard zijn gebleven. Goede lengte voor een partiegel en vlak. Van het zand Noordmeras giet het vlotties heen en terug. Wij bouwen dus het veen met de knuppelbrug.